Ik wist wel heel vroeg dat ik militair wilde worden. Ja, toen ik 17 was, heb ik gesolliciteerd. En sindsdien ben ik in dienst gekomen. De eerste tijd bij de Patriot gezeten, dat is de luchtafweersysteem. Daarna ben ik bij de MAAL terechtgekomen, een Mobile Air Operating Team. Vroeger dacht ik eigenlijk altijd dat ik geen leiding wilde geven. Maar daar rol je vanzelf in. Je wordt ouder. En ik heb heel veel geluk gehad met de mensen waar ik leiding aan geef. Dat zij gewoon ontzettend leuke mensen zijn. En we zijn gewoon een echt team. En leiding geven, ja, af en toe moet je wel eens op je strepen gaan staan. Maar dat hoeft vrijwel nooit. Ik ben echt super trots op mijn werk. Wat ik doe op Gilserijen en ook in andere landen met oefeningen. Ik durf gewoon met oprecht te zeggen dat wij bij de luchtmacht en met ons Mobile Air Operating Team, dat wij een van de leukere banen hebben. Op het ene moment dan sta je op de grond samen met luchtmobiel, ben je bezig met een air assault plannen bijvoorbeeld of een raid. En het volgende moment zit je in de heli en dan ga je daadwerkelijk dingen uitvoeren. Dus je vliegt en je werkt met allerlei mensen samen met verschillende eenheden. Waardoor ik kan zeggen dat ik gewoon heel erg verwend ben. Want een helikoptervluchtje in de burgermaatschappij, dat doet mij niet zo heel veel. Omdat ik eigenlijk al in elk type heb mogen meevliegen. De luchtmacht die maakt het ook mogelijk om die ervaringen op te doen. En dat je ook op missie mag. En ja, dat is gewoon hartstikke leuk.